pakketten. Dan kun je gewoon software downloaden van hun server. Maar ja, dan is het wel een soort Gobo Linux geworden. En dan moet je dus hun handleidingen volgen en hun procedures. En dan kom je al hun problemen tegen die we in Syllable al voor een groot deel hebben geprobeerd op te lossen. Alleen ja, zij zijn gewoon verder. Ze hebben een paar duizend pakketten die we willen hebben. Nou, dan kan ik nog kort even vertellen dat daartussendoor, omdat Gobo erg chaotisch is en toch ook op een paar duizend pakketten blijft steken, want jullie hebben ook niet gehoord van Gobo en het is ook een heel klein onbekend project. Alleen bij insiders heeft het een speciale naam. Eerst heb ik Pacman geprobeerd. En dat is de package manager van Arch Linux. Nou, Arch Linux is heel populair. En die hebben 4000 pakketten of zo en 20.000 pakketten in hun community repository. En die zullen dan meestal niet werken, maar die 4000 die hebben een goede kwaliteitscontrole. Dus als je bij Gobo een aantal honderden goede pakketten hebt, dan heb je er bij Arch al 4000. En er zit echt heel veel bij. En die community repository die gaat echt in de richting van het aantal pakketten wat in Debian zit, alleen dan met mindere kwaliteitscontrole. En die pakketmanager die is heel efficiënt en veel makkelijker over te zetten. Dus ik had die pakketmanager al overgezet. Maar die volgt heel erg het traditionele Unix software model. Alles uit elkaar rukken, verspreiden over je systeem in losse bestanden. Geen meerdere versies van pakketten. Want een van de innovaties van Gobo Linux is dat zij, wat wij nu ook doen, meerdere versies van pakketten naast elkaar toestaan in eigen mapjes. Nou, dat doen al die andere package managers niet. En hoewel Pacman heel mooi is en heel weinig afhankelijkheden heeft, heel efficiënt werkt, kon ik het snel aan de praat krijgen en vervolgens vernietigde het mijn systeem. Dus dan krijg je net zo'n geval als dat je op Syllable Desktop Battle of Westnot downloadt en je binnen 20 seconden je installatie vernietigd hebt vanuit zichzelf. Dus Pacman is tot op heden niet gelukt. Maar van Pacman heb ik de hoop dat ik kan overschakelen op hun softwarebeeldsysteem. En dat ik dat wel kan draaien. Als ik tenminste mijn eigen pakketten bouw volgens hun specificaties. En dan zou je die 4.000 tot 20.000 pakketten tot je beschikking hebben. Dus dit is een lopend project met een aantal takken waarvan we niet precies weten wat wel en niet gaat werken. Maar dit gaat het komende jaar een aantal concrete resultaten opleveren. Heb je ook al eens naar T2 gekeken? Ja, heel lang geleden. Ik doe dus al 8 jaar doe ik beeldsystemen. En daarvoor was ik het al een paar jaar aan het evalueren. Dus ik ben nu een decennium lang ben ik beeldsystemen aan het evalueren. En toen heb ik ook 7 jaar geleden of zo een keer naar hun gekeken. En bijna altijd zullen wij in Syllable de mening hebben dat het te complex is. En dat is van T2 zeker het geval. Ja. Dus heel erg op de nerd systeembeheerder gericht. Volgens mij zijn zij een fork van ROC Linux. Ik denk dat ik ROC eerst geëvalueerd heb 8 jaar geleden of zo. En een paar jaar later is daar T2 uit voortgekomen. En ROC promoten zichzelf met wij maken het moeilijker om je eigen Linux te bouwen. En dat is precies wat die techneuten wilden. Ja. Nou, dus dat is Syllable's mening over systemen zoals T2 en überhaupt de neiging om de techneuten om zulke soort dingen te willen. En dat zou op zich niet erg zijn als ze dan tenminste zouden toegeven dat het puur voor zichzelf is. Maar heel vaak hebben ze dan ook nog de neiging om te roepen dat elke gebruiker dat ook zou moeten gebruiken, omdat Linux zoveel beter is dan Windows, om heel andere redenen. Dat het open is en zo, en open source. Maar dat dan het technisch ook beter zou zijn. En dat dan elke gebruiker net zo zou moeten werken als de systeembeheerder, komt het dan eigenlijk op neer. En dat elke gebruiker van onderdeeltjes zijn eigen systeem bij elkaar zou moeten knutselen. Nou, dat is de totale waanzin. Nou, laat ik daar dan mee afsluiten. Nou, dan heb ik hier een hele primitieve manier om af te sluiten, want
Ik moet die, dit is het inlogwindow, moet je dan weten. En als je die afsluit met Ctrl-D, dan sluit die X af. En dan zie je ook dat hij halverwege nog allemaal vage waarschuwingen heeft gegeven die ik dan nog eens een keer zou moeten oplossen. Dat hij zelfs over het afsluiten van X al 5 seconden doet. En dan het afsluiten van Linux. Een hele kale Linux duurt het afsluiten ook al 15 seconden. Syllable Desktop sluit af in 5 seconden. En dan heeft hij netjes afgesloten met het wegschrijven van alle dirty cache, waar we aan het begin van de middag mee begonnen, dat verhaal. Kun je nog even Syllable Desktop starten? Nou, die is hier te zien. Op dit systeem.